Hey, welkom terug. Ik ben dus Connie van Online Dance, lesgeefster. En we gaan vandaag dus twee nieuwe basispassen leren. We gaan dus twee nieuwe dan aan elkaar combineren. Dus dat gaat ook een beetje vlotter gaan en veel leuker zijn voor jullie. Alle beginnen is moeilijk, ook voor mij. Dus het is allemaal een beetje wennen, maar dat gaat zeker lukken. Ja, we gaan starten met de K-steps, wordt dat genoemd. En daarna de jazzbox. Twee heel belangrijke basispassen. En we beginnen terug met de rechtervoet. We stappen schuin, diagonaal, rechts op voor. Stap voor, tik links naast. Stap links achter, tik naast. Stap rechts achter. Tik links, naast, stap links voor, tik naast. Dus ergens vorm je een K, de K-steps. Ja, oké, nog eens. We stappen met de rechtervoet voor, tik. Links achter, tik. Achter, voor, voor, tik. De voet die je telkens tikt, moet je dus verder dansen. We beginnen nog een keer met de rechtervoet. Stap voor, tik, stap achter, tik, stap achter, tik, voor, tik, nog voor, tik, achter, tik, voor, tik, stap voor, tik, stap achter, tik, voor, tik. Nu gaan we de telling doen van deze passen. Dat is ook 8 tellen. Beginnen terug met die rechtervoet. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dat zijn dus de K-steps. De tweede basispas die ik jullie vandaag ga leren is dus de jazzbox. Die bestaat uit 4 tellen. We beginnen met de rechtervoet opnieuw. We kruisen die over de linkervoet. 1. Ja? Dus je mag gerust een klein beetje je lichaam meebewegen. Want zo overstappen, ja, het is geen zicht met de poep achteruit. En het is ook niet goed voor de rug. Dus we stappen goed. Rechtsover, een klein beetje door de knieën en een beetje meedraaien in je lichaam. Een klein stapje linksachter. Klein stapje rechts opzij. En sluit links. Dat is pure basis jazzbox. Er zijn enorme varianten van, maar het is belangrijk dat je eerst die basis kent. Ik zeg kleine stapjes, kleine pasjes, omdat dat een vrij snelle pas is ook in de dans. Ja? We gaan nog een keer van het begin. Rechtervoet, stap. Kruis dus over. Stap linksachter. Rechts opzij. Sluit. Sluit is belangrijk, dus uw gewicht moet eindigen op links. Nog een keer. Stap met rechts over, links achter, rechts opzij, sluit. Rechts over, achter, zij, sluit. Ik ga eens de telling doen van jazzbox. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Dat is 4 tellen. We gaan die nu 2 keer naar elkaar doen. Dan hebben we een blokje van 8 tellen. Ja? Doe je mee? Tuurlijk. 7, 8, 1, 2, 3, 4, over, achter, zij, sluit. Dan heb je een blok dus terug van 8 tellen. We gaan een beetje oefenen in de jazzbox. Ja? Lukt het niet onmiddellijk? Gewoon doorzetten. Dat komt allemaal goed. Ja, nog eens van het begin. 7, 8,
over, achter, stap, zij, sluit. Stap over, achter, zij. Sluit, 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 over, achter, zij. Sluit. Oké? Nu gaan we die twee nog eens aan elkaar kleven. Ja? K-steps, chessbox. De K-steps, schuin voor. 7, 8, stap voor. Tik, achter, tik, achter, tik, voor, tik. Jazzbox daar, onmiddellijk naar, twee keer jazzbox. 7, 8, over, achter, zij, sluit, over, achter, zij, sluit. En zo gaan we dat eventjes herhalen. K-steps, jazzbox. Ik heb hier een briefje aan me, dat is een tip misschien voor thuis. Kun je zelf kijken van K-steps, chessbox. Zo onthoud je ook een beetje welke basis je aan het dansen bent. En de volgorde. Ja? Het is maar een tip. Het is allemaal vrijblijvend. En we gaan nog een keer oefenen. 7, 8. Voor, tik. Achter, tik. Achter, tik. Voor, jazz. Over, achter, zij. Sluit, over, achter, zij. K, voor, tik. Achter, tik, achter, tik, voor, just, over, achter, zij, sluit, over, achter, zij. Nog, voor, tik, achter, tik, achter, tik, voor, tik, over, achter, zij, sluit, 5, 6, 7, 8. Ja, dus dat is jazzbox, kassaps en jazzbox. We gaan nu het filmpje stoppen en het volgende filmpje gaan we deze twee basispassen dansen op muziek. Ja? Tot straks. Super. Dank u wel.